Vandaag een antwoord op de vraag van Karin. In de familie van Karin komt nogal vaak diabetes type 2 voor. Dit baat haar best wel wat zorgen, want ze vreest dat dit ook een toekomstbeeld is voor haar, het verkrijgen van deze diagnose. Omdat bij de check-up eens in de 3 maanden, waarbij ze zelf ook haar bloedsuikerspiegel laat opmeten, is ook al regelmatig haar eigen bloedsuikerspiegel wat aan de hoge kant gebleken. Wat erop duidt dat in haar lijf de regulatie van haar bloedsuikerspiegel, dus het gehalte glucose in haar bloedbaan, nu al niet echt optimaal verloopt. Nu heeft Karin gelezen dat een dieet waarbij je periodes aan het vasten bent, en die periodes kunnen een vaste periode per dag zijn, maar dat kan ook een vaste periode in een week zijn. Periodes waarin je niks eet, jezelf, je lijf ontziet van voeding en de verwerking daarvan, dat een dergelijk dieet, een vastendieet, een dieet waarbij je periodes lang, afgebakende periodes lang vast, dus van eten ontziet, voeding ontziet, dat dit bij kan dragen aan een betere bloedsuikerspiegelregulatie. Iets wat dus duidelijk in het lijf van Karin nu al niet zo goed verloopt en wat in het lijf van vele mensen in haar familie niet goed verloopt en ook verslechterd raakt in de loop der jaren met diabetes type 2, die diagnose tot gevolg. Dus de vraag van Karin is: klopt het dat een dergelijk dieet bij kan dragen aan een betere bloedsuikerspiegelregulatie? Want ja, dit is toch wel belangrijk voor mij om in de gaten te houden dat mijn bloedsuikerspiegel wel goed gereguleerd blijft, wat het al soms niet zo goed is. Nou, Karin, laten we het eerst eens gaan hebben over de regulatie van jouw bloedsuikerspiegel. Dus het binnen een boven- en een ondergrens houden van, van de hoeveelheid glucose, suiker in de volksmond genaamd, in jouw bloedbaan. Jouw lichaam is voortdurend bezig een evenwicht, genaamd homeostase, te bewaken in jouw bloedbaan. En dat evenwicht, dat hangt samen onder andere met de regulatie van jouw bloedsuikerspiegel, maar ook jouw bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, de hoeveelheid opgeloste stoffen en de zuurtegraad in je bloedbaan. Dit doet je lichaam met behulp van hormonen. Hormonen die afgegeven moeten worden, zullen worden op het moment dat het ideale gehalte aan glucose, een ideale bloeddruk, het ideale vochtgehalte en dergelijke in jouw bloedbaan ontbreekt, verstoord is geraakt. Dus wanneer het glucosegehalte hoger wordt en of lager wordt, dus hoger boven het ideaal of daalt beneden het ideaal, dan moeten de hormonen, dit wordt gedetecteerd door receptoren gevestigd in de wand van jouw bloedbanen. Naar aanleiding daarvan, van die stijging, van die daling, dus die schommelingen in jouw bloedsuikerspiegel, moeten er hormonen afgegeven worden, waaronder de hormonen insuline en glucagon door jouw alvleesklier om regulatie van die schommelingen plaats te laten vinden. Nou, en de alvleesklier is dus de klier die hormonen af moet geven op zo'n moment naar aanleiding van schommelingen in jouw bloedsuikerspiegel, die jouw bloedsuikerspiegel helpen reguleren. Dus een te hoog geworden bloedsuikerspiegel weer laten dalen en een te laag dreigend te worden bloedsuikerspiegel weer helpen verhogen. Insuline is dan het hormoon welke jouw bloedsuikerspiegel na stijging weer moet laten dalen en welke dus moet zorgen voor het wegwerken, zeg maar, van te veel aan glucose in jouw bloedbaan richting jouw weefsels. En glucagon is het hormoon welke de alvleesklier moet afgeven op het moment dat jouw bloedsuikerspiegel te laag dreigt te worden en weer verhoogd moet worden. Dit kan niet goed plaatsvinden. Deze regulatie zal verslechteren wanneer jouw cellen
Die moeten reageren op de boodschap van insuline, dat hormoon die een overschot aan glucose in de bloedbaan richting jouw weefsels moet wegwerken. Dus uit de bloedbaan moet wegwerken, zodat het weer kan dalen binnen de normen, richting dat ideaal. Wanneer je cellen ongevoelig zijn geworden voor het signaal van dit hormoon. Want ja. Hormonen zijn boodschapperstoffen, signaalstoffen. Ze brengen enkel een boodschap, een signaal over, namelijk dat die weefsels dan die glucose uit de bloedbaan, die daar te veel is, op moeten nemen. Maar ja, dan moeten die cellen, die weefsels, met die insulinereceptoren, moeten natuurlijk wel op het signaal kunnen reageren. Nou, wanneer worden je cellen ongevoelig voor dit signaal? En wat wil dus eigenlijk zeggen? Ze kunnen niet zo goed meer reageren op die boodschap, op dat signaal wat insuline wil dat zij wat daar gedaan wordt, namelijk ja, die glucose opnemen. Dat is op het moment dat jouw weefsels en de cellen die die insuline ontvangers, die insulinereceptoren die dat signaal ontvangen, wanneer die uitgeput zijn geraakt. En wanneer raken cellen uitgeput? Nou ja, wanneer ze steeds dezelfde opdracht verkrijgen. Steeds achter elkaar. Dan raken ze uitgeput en hebben ze geen tijd voor herstel. Ze moeten namelijk een opdracht gaan uitvoeren. En hebben ze die opdracht uitgevoerd, moeten ze diezelfde opdracht weer gaan uitvoeren. Dan raak je uitgeput van wanneer je daar niet van kan herstellen. En dan zullen jouw cellen steeds minder gevoelig worden voor het signaal, want dan kunnen ze daar niet meer op reageren, dan zijn ze uitgeput geraakt. Logisch ook. Dit is aan de orde, die uitputting van je cellen, wanneer jij voortdurend, heel de dag door, aan het eten bent en hetgeen jij eet, voortdurend voor enige mate of best wel sterke mate verhoging van je bloedsuikerspiegel zorgt en dus voor meer of mindere mate afgifte van insuline. Op dat moment moeten jouw cellen dus voortdurend op dat signaal gaan reageren en ja, is de kans tot uitputting heel groot en ook beschadiging na dat die uitputting heeft plaatsgevonden, beschadiging van celorganellen. Maar als ze steeds die boodschap verkrijgen, omdat je met je voeding steeds die bloedsuikerspiegel in meer of mindere mate verhoogt en de afgifte van insuline in meer of mindere mate veroorzaakt, ja, dan hebben die cellen geen mogelijkheid, geen tijd voor herstel. Welke invloed kan periodiek vasten, dus een afgebakende periode lang en dan herhaaldelijk, zo'n vaste periode, je lijf jezelf ontzeggen van voeding? Op het moment dat jij een vastgestelde periode lang je lichaam ontzegt van voeding, ja, dan in die periode stimuleert jouw voeding niet meer de afgifte van insuline, want dan verhoogt het niet meer zozeer jouw bloedsuikerspiegel. Dan krijgen jouw cellen dus rust van steeds maar die opdracht van dat ze op dat signaal moeten reageren. En pas wanneer jouw cellen rust krijgen, dan komen ze toe aan herstelprocessen, het herstel van die uitputting en ook het herstel van beschadigde celorganellen die kunnen zijn ontstaan vanuit die uitputting, waaronder membraaneiwitten die later weer zorg moeten dragen voor signaaloverdracht van het hormoon insuline wanneer jij wel weer iets gaat eten. Dus die bijdragen aan een hogere insulinegevoeligheid. En waarna dus jouw bloedsuikerspiegelregulatie beter kan worden wanneer jouw cellen dus dat zij rust hebben verkregen kunnen herstellen, wanneer ze in staat zijn hun celorganellen te recyclen. Dit is echter niet vanzelfsprekend dat jouw cellen dat kunnen in die tijden van vasten. En daarna, want in de periodes van eten, buiten dat vasten, wanneer jouw voeding onvoldoende voorziet in essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, dan bezit jouw lichaam na afbraak van beschadigde celorganellen, wanneer die weer die celorganellen wil recyclen en in gezonde staat wil laten verkeren, waardoor de insulinegevoeligheid kan toenemen en de bloedsuikerspiegelregulatie. Wanneer cellen sommige bouwstoffen missen, kunnen ze dat niet herstellen en recyclen en zou de insulinegevoeligheid alsnog niet hoger worden.